Hallo, ik ben Brian en welkom terug bij Assassin's Creed Syndicate. Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the Piece of Eden will be located. No loose ends. Now, decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Goed, de vorige keer hebben wij een hoofdstuk gespeeld als Jacob Frye en nu spelen we als de tweelingzus. Jacob is toch al een heet hoofd, begrijp ik, en zijn zus is wat meer berekend, intelligenter, wat meer op stealth berekend, zeg maar. We gaan even een nieuw trucje gebruiken, fluiten. En dan, papa. Time to deploy the diversion. Oké, we moeten een afleiding zorgen. Even beroven, dat gaan we ook even doen. En de afleiding zit 250 meter verderop blijkbaar. We gaan een mes werpen. I'm on my way, Sir David. We richten gewoon op het hoofd. Dan killen we ze in één keer. Beroven hem even. Oh, daar is nog een gozer. Je kunt ook snel gooien, maar ik vind richten toffer. Oh, dat heeft hij gezien. Zo. Even snel gooien proberen. Nou, snel gooien werkt ook. Oké, prima. We moeten dit hulpmiddel verbeteren. Hoe beter we hierin worden, zeg maar. Of hoe waarschijnlijk kunnen we die skill gewoon upgraden. Dat zou wel prettig zijn. Oké, we rennen nu door. Hello boys. Hé jij, papa. Het ging prachtig. Hij gaat niemand door wat er aan de hand is en daar zakt hij in elkaar. Ik pak gewoon al het goud mee, of al het geld mee te kunnen pakken hoor. Of die tonnen. Dat is hier. Er zitten wel gasten in, maar die laten we lekker met rust. Die geven ook niet uit. Zij gaan daar naartoe. Dat is prima, dat doen wij dat ook. Kijk of we ze af kunnen halen, zo vanaf de zijkant, dat is cool. Wat gebeurde er nou, hè? Is hij nog... Weet hij nog dat we hier hangen? Ja, ik heb het gevoel alsof hij nog een beetje de kluts kwijt is. Nou. Laten we maar opspringen, want ik heb het gevoel alsof ik niet helemaal weet wat de bedoeling is. Op, geholpeld jij. Echt een stok aan deze werk. Dat is heel tof. Ik vind haar cooler dan haar broer. Maar goed, dan gaat die kant op. En oversteken. We komen dichter de buurt van ons doel. Smells like Jacob's cooking. Gaan we losmaken. Oké. Dat should keep you busy while I head into your lab. Follow me down the tracks. You stay here. Keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. How will it come apart? Not your concern. Bring back the cargo. Oké. Een bird's eye view, zegt ze. Waar gaan we heen? We gaan daar naar die toren toe. Oké, laten we dat doen. Klimmen we hier wel even op. Daar is nog een gozer. Hier nog. Zolang ze met de rug naar me toe staan, kom ik wel, denk ik. En we gaan naar boven. Oh, de lift konden we activeren. Nou, ik ben gewoon, gewoon zo gegaan. Dat kan ook. Oké, laten we eens eventjes rondkijken. I need 2 more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorn, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? What a green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Oké. Nou, we moeten een assassin zijn. Dat is heel mooi Nederlandse vertaling is voor assassin. Assassins zijn sterker als ze gevaarlijke gebieden binnendringen vanaf hoger gelegen gebieden. Arendsoog kunnen we gebruiken. En vervolgens verstopplekken en nuttige voorwerpen die lichten wit op. Dus we zien daar bijvoorbeeld een baai hooi. Daar zien we tonnetjes. En we kunnen een dode sprong doen door dit te doen. Maar goed, ik hoop een dode sprong is het niet, want we hebben het gewoon gered. Vermoord vijanden met hangende vaten, dat kunnen we ook nog doen. Ik weet niet precies waar die vaten hangen, maar goed. We kunnen fluiten vanuit hier. Dat hebben we gedaan. En dan kunnen we gewoon vermoorden vanaf dit plekje. Dat vind ik wel oké. We beroven hem dan ook meteen. Heeft hij me gezien? Dan ga ik even daarin. Niks aan de hand. Ik ben alweer weg hier. Hoppa. Daar ligt hij. Oké, 95 meter die kant op. Hangende vaten. Moet ik even in de gaten houden. Oh, daar. Er staan een paar gasten onder. Gaan we dan. Dat is een nasty way to go. En... Papa! Meteen beroven ook. Prettig. Daar is het toegangspunt. Daar ook. Ik pak de hoogste. Hier langs, dat kan. Ik kan niet helemaal naar boven, denk ik. Oh, dat kan ook. Ja, mooi. Daar zijn nog een hoop gasten overal. Het is een groot gebied, dit. Die gozer daar. Hebben we nu ook te pakken. Wij moeten hier binnen zijn. Hier boven is het toegangspunt. Kom, we gaan er even in. Oh, ik moet nog veel meer met vijanden vermoorden met hangende vaten. Nou, dat kunnen we nog wel doen. Dat is een bonus doen dingetje, hè. Ik moet niet blind op staren, die bonus dingen. Where is Brewster's laboratory? All reconnaissance pointed straight here. Oké. A secret laboratory? Well, well. Perhaps I can aid this interrogation. Heeft u dat gezien, die man? Nee. Maar... hij komt. Hop, stap weg. Hierachter. Haha, hoppa. Moet even beroven. Hoe kom ik nou bij die ene gozer? Ik moet nog te boven hier. Misschien aan de andere kant. Daar. Oh, hier is een opening. Ik ben een sukkel. Jij moet ophoepelen, want ik sla je elkaar met mijn stok. Ah, thank you kindly. I was in ever such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now, untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, my lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Ah, ik heb goede trucjes. Oké, we moeten de sleutel vinden. En daarvoor moeten wij 100 zoveel meter die kant op zijn. Dus eens even kijken of we daar kunnen komen. Daar is een gozer. Oeh. Oh, wacht even, nu zijn ze. Roepen jij eens op? Sla je elkaar aan mijn stok. En hij nog even. Bam. Haha, super vet. Nou, dat was wel een mooie combo. Jij nog? Foutloze vechtersbaas. Goed, dat waren er een paar. Wij moeten daar bovenin zijn. Hier zijn hangende vaten. Hier zat er iemand onder ook. Dus. Ham. Er waren 3 vijanden vermoord door hangende vaten. Gaan wij naar boven? Even kijken of we hier langs kunnen. Hier beneden staat niemand. Oké. Eens kijken of we nog meer zien. Daar hebben we nog een aantal vijanden. Een stuk of 4. En wij pakken dit toegangspunt. Even kijken of we nog mensen zien. Maar daar staat nog een gast. Ja, markeer maar. Laten we die maar even afgaan. Ah, die moeten we besteden. Oké. Dus kijken hoe we dat gaan doen. Het mooiste is als we het kunnen doen zonder dat hij het ziet. Goh, hij zag me al. Ik pak eens deze wel. Zo, dat ruikt lekker op. Dan doen we daarna die wel. Oh, hij was even opgekomen. En nu gaan we hem besluipen. En bestelen. Got it. Ik vind het leuk om hem dan niet te vermoorden. Stelen is een prestatie op zich, vind ik. En daarheen. Hij staat in de buurt van waar ik heen wil. Dan gaan die hooibaal in daar. Hij staat me terug naar me toe. Gaan wij er hier even in? Kom eens hier naartoe. Komt hij aan hoor. Daar moeten we zijn ergens. Daar is het toegangspunt. Hoppa. Werp met ze vol. Dat is ook prettig. En hier is het toegangspunt waar we in kunnen. Kijk of hier nog niemand staat. Er staat ook nog eentje. Oh. Oh, maar dat zijn gewoon dronken lappen, joh. Dat niks. Dat is geen probleem. We gaan hierin. En nu. Open ratten. Maar, wacht eens, want die is toch verder niks? Of mis ik nou wat? Ik wil het niet fluiten, ik wil even rondkijken. Oké. Niks aan de hand. Oh, hij komt al even kijken. Zo is een kruis. Jij, jou gewoon even bevechten. Oh, potverdorie. Die kwam aan. Hoppa. Oké, hier is nog een kistje. Er staat gewoon een gast daar. Hoppa, headshot. Ja, dat zie je hè. Wat was dat nou? We moeten hier langs. Hey. Wat zit daar voor iets? We gaan hem even vanuit hier pakken. Komt hij hoor. Hallo. Nou, zo doen we dat dus. Daar. The entrance to Bruce's lab. Oké, we gaan hiervoor naar beneden. Back on track. Kijk aan, we hebben dus vaardigheidspunten verdiend en daarvoor kunnen we nieuwe vaardigheidspunten kopen. Nou, prachtig. Oh, die kan ik nu al inzetten. Oh ja, oké. Nou, wat gaan we dat voor inzetten? Dat moet ik allemaal rustig bekijken. Dan heb ik eigenlijk... Dit kunnen we al. Oh, dit kunnen we al. Oké, dit zouden we kunnen inzetten. Even zien. En we hebben hier eentje die we... Oh, die kunnen we nu kopen. De dubbele moord. Nou, laten we dat maar doen. Dat lijkt me een prettige. Kijk, en dan komt er steeds meer beschikbaar. Dus we hebben hier de gezondheidsboost. Wat is dit? Slachter. Combo 10. De slootkraker. Ja, het zijn allemaal wel leuke dingen. Je berooft vijanden automatisch als je ze vermoordt, wurgt, ontvoert of doodt met een multimoord. Nou, laten we dat maar doen dan. Dat lijkt me prettig. Dan hebben we die ook. Oké dan. En dat waren ze. kijk, nu kunnen we de dubbele moord doen. Dat was de hele tijd de bedoeling ook. We moesten ook gewoon de dubbele moord kopen. Ja, deze handeling die kennen we nog wel. Fijn dat we dat nu kunnen. We hebben ze ook meteen al beroofd nu, hè? Dat is prettig. So do as you bloody told. And by the way, it's sir to you. The blokes are knackered, sir. Someone's gonna get hurt if you... Zag je wat? Hij zag wat, hè? Oh. Sorry. Ging niet echt uit stealth, maar goed. Hoppa. Nee joh, je hoeft voor mij niet bang te wezen, joh. Oh, daar staan twee gasten. Oké, die pakken we tegelijk. Mooi. Ik heb onze werpmessen bijgevuld. Ik denk dat we hier langs moeten. Wat een plek is dit. Gaan we daar boven langs? Nee, dat gaan we niet. We gaan daar naar beneden. En dan hier naar boven, denk ik. Alright. Hey joh, niet eraf. Kom op, even terug. Oké, hier naar beneden. Lekker dat vieze rioolwater. Dat is vast lekker fris. Nee, we gaan daar naartoe. Hup, goed zo. Hier naar boven. Oké, ik heb het gevoel dat we gaan vast goed. Een heel parcours afleggen, het komt vast helemaal goed. Piece of Eden. Increase the electricity. But it'll become unstable, sir. You heard what Miss Thorn said. We need results now. Ja, dit gaat vast niet goed. Zijn er nog vijanden verder? Eens kijken hoe we dat gaan doen. We gaan even naar boven hier. Dan pakken we hem. Dat was hij. Kom dan. Dat fluiten is wel mooi hoor. Dat werkt heel goed. Dat was jij. Oké, dan. We komen steeds verder in de buurt van die, dichter in de buurt van die gozer. Ons doel is daar. Daar zit nog iemand. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Gaat hij kijken? Hij gaat kijken. Dat was hij. Daar is ook nog één. Maar daar loopt hij. Oké, die grote kade daar. A little more electricity. Dan gaat hij komen kijken. Oh, dat is ook goed. We moeten hem per slotverrekening vermoorden. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Staric. Miss Thorn has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Oké, wegwezen. Rennen, rennen, rennen. Laat al die gasten lekker gaan. Dit kan niet goed zijn. Nu. Oh. Oh, snel verder. That was far too close. I must find a way out. Oké, we moeten ontsnappen. Kunnen we hierdoor? Ja, dat kan. Ja, het is een tricky plek dit. Hier nog onderdoor. En dan hier naar boven. We zijn er bijna uit. Tot zover, sequentie 2. De uitdagingen niet gehaald, maar ja, dat is alweer wat voor later. Goed, we hebben het gehaald en dat is even het belangrijkste op dit moment. We gaan snel door. Was that explosion? What explosion? Evie? Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not mean... All went according to plan, There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all, a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, the gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father! You could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Frye, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. I know. You've only had a taste of our latest acquisition from Abstergo. But I want to check in on Sean and Rebecca. I still think attacking a Templar is a mistake. Call Dr. Grammatica. Come on. Isabel, what a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta. Deal with them, please. Move it! Hunt them down! All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Time is of the essence and lives are now clearly on the line. Good luck. Goed, tot zover. Ik wil je bedanken voor het kijken. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen waarvan je denkt dat hij het ook tof gaat vinden. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye!